Zou je het erg vinden om 100 euro per lied uit te geven? Of 56 euro? Of misschien is het nog maar slechts 16 euro? In een eerdere woensdag gemakdag aflevering heb ik uitgelegd en je laten zien met welke berekening je eigenlijk de maximale liedprijs kunt berekenen. Dus ik leg je uit hoe je dus via een bepaalde rekenformule tot een bepaald bedrag kan komen waarvan jij weet van hey, als ik dit maximaal uitgeef, dan maakt het niet uit hoeveel ik adverteer, zolang ik niet boven dit bedrag per lead uitkom. Mocht je dit soort informaties ook interessant vinden, dan raad ik je aan om dus je te abonneren op dit kanaal of je even in te schrijven, zodat je dit soort tips gewoon wekelijks blijft ontvangen. In deze woensdag gemakkelijk aflevering laat ik je zien op welke kanalen, of eigenlijk binnen welke instellingen binnen Google AdWords, wat een van de makkelijkste kanalen is om dus zeer gericht te adverteren op maximale leadprijs. Hoe je dus continu jouw campagne zodanig kunt optimaliseren dat je steeds minder per klant gaat betalen. Ik laat je de praktijkvoorbeelden zien waarbij we dus 56 euro per lead betaalden. Wat we dag en nacht willen doen. Maar waarom zou je stoppen als het nog beter kan? En we hebben eigenlijk op verschillende vlakken de campagnes en heel de structuur beter geoptimaliseerd, waardoor we nu dus slechts nog maar 16 euro per lead betalen. Kijk je binnen je Google AdWords account, dan kun je talloze instellingen maken. Een van de instellingen die ik je sowieso aanraad, is om eens te testen of eens te kijken wat er gebeurt als je wereldwijd gaat adverteren. Het werkt natuurlijk alleen wanneer je dus ook wereldwijde klanten aan kunt. Werk je regionaal, dus werk je in een bepaalde regio, kijk dan bij de instellingen, bij je campagneinstellingen, op een gegeven moment bij locaties. Ga dus na van, als ik in heel Nederland of heel België adverteer, of alleen maar in regio Utrecht of regio Amsterdam, of ga eens testen wat Amsterdam en Rotterdam doet met je klikprijs en je conversies. Zeker wanneer je bijvoorbeeld een webshop hebt of over heel Nederland werkt, dan kan het best interessant zijn om te weten van, welke leads uit welke regio zijn nu een stuk goedkoper en kan ik daar misschien wel iets meer op inzetten. Kijk je naar deze campagne, dan zie je ook dat ik voor leads, 3 conversies, dus dat zijn echt contactaanvragen, in Duitsland nog maar 8 euro betaal, terwijl ik in Nederland al 18 euro betaal. In ieder geval voor deze campagne. Dus test dat. Zorg dat je meerdere locaties instelt. Werk je niet wereldwijd, of internationaal kijk je, omdat je met meerdere steden kunt werken. Een andere structuur die ik je aanraad, is om met advertentiegroepen te werken. Als je kijkt, je hebt eigenlijk je campagne, dus in dit geval bijvoorbeeld boekhouden. Daaronder kan ik bijvoorbeeld een advertentiegroep boekhouder of boekhouding plaatsen. Wat je veel ziet bij beginnende AdWords gebruikers, is dat ze alle zoekwoorden, dus alle potentiële zoekwoorden die jouw klanten kunnen invullen, gebruiken in één campagne en één en dezelfde advertentie. Ik zal je straks ook laten zien wat voor resultaat het heeft als je dat op een andere manier doet. Dus ik raad je aan, probeer te kijken op basis van jouw website navigatie. Dus wat is de categorie die ik aanbied, in dit geval bijvoorbeeld boekhouding. En dan maak ik een losse advertentiegroep boekhouding. Ik zorg dat ik alleen maar de juiste zoekwoorden target en dus niet boekhouder, maar boekhouding. En ik richt daar ook mijn advertenties op in. Kijk vervolgens bij de uitsluitingszoekwoorden. Dus als je in je advertentiegroep bent, zoekwoorden en dan uitsluitingszoekwoorden. Dat je de zoekwoorden waarop je in de andere advertentiegroep target, dat je die uitsluit. En denk vervolgens ook na, wat zijn andere zoekwoorden die iemand in kan typen, maar waar je bij jouw advertentie eigenlijk liever niet getoond wilt worden. Denk bijvoorbeeld aan tips. Voor boekhouden kan ik nagaan over boekhouding pakket, software, informatie, boek, blog, video, wat je dan ook kan bedenken. Zorg dat je dat aanvult in die uitsluitingszoekwoorden. En kijk ook regelmatig bij de zoektermen. Op welke zoektermen jouw advertentie is vertoond. En kijk of daar vreemde zoektermen tussen zitten. Zodat je dit uitsluitingszoekwoordenlijstje steeds verder kunt aanvullen. Vervolgens ga je kijken naar de advertenties. Ik raad je aan, dus
per advertentiegroep. Dus stel ik heb hier thema A, daar richt ik al mijn campagnes, dus al deze advertenties, richt ik alleen maar op onderwerp A. Heb ik een advertentiegroep die zich richt op thema B, dan richt ik ook alleen maar mijn advertenties over thema B in. Dus gaat het in deze advertenties bijvoorbeeld over boekhouding, dan zou ik mijn advertenties ook alleen maar over boekhouding schrijven. Dus dat alleen maar het woordje boekhouding erin voorkomt. Experimenteer daarmee. Er is geen enkele gouden formule die altijd werkt. Maar ga in ieder geval testen en optimaliseren op basis van cijfers en data. Dat zie je hier ook wat er gebeurt. Je betaalt altijd een stukje testdata. Alleen als jij op de slimme manier die data verzamelt, dan betaal je dus niet alleen maar voor je leads, maar ook voor je marketingdata. Want wat leren wij hieruit? Wij leren uit deze advertenties. Ik zie hier dat deze advertentie een stuk hoger doorklikpercentage heeft dan die daaronder. Deze heeft het minste doorklikpercentage. Dan kan ik zeggen, hé, die werkt niet goed. Ik betaal daar een stuk minder kosten per klik voor. Maar kijken we in de laatste kolom, dan zie ik dat ik slechts €21 betaal voor een conversie. Vergelijk ik dat met die onderste advertentie, waarin we dus aan het testen zijn, waarin zelfs Google nu aangeeft van slechte advertentiekwaliteit. Klopt ook. Dan zien we €56 per lead. De kosten wat ik per lead betaal, alleen maar door een andere advertentie te gebruiken. Dus zorg dat jij continu je advertentiegroepen bekijkt. Dus dat je echt een advertentiegroep hebt, dus op thema. Dus in dit geval bijvoorbeeld boekhouding of boekhouder. Dat zijn weer losse advertentiegroepen. Zorg dat je nadenkt over de zoekwoorden en de uitsluitingswoorden. Dus op welke zoekwoorden wil je dus niet gevonden worden. Test elke periode minimaal 3 advertenties. Kies de best converterende en de goedkoopste advertentie uit. Dus kijk dus niet naar wat betaal je per klik. Want je ziet hier dat ik hier €7 per klik betaal en hier €5,26. Dan zou mijn eerste conclusie dus zijn, hoppa, ik ga adverteren op die onderste, want dat scheelt me bijna €2. Maar ja, kijk ik hier wat ik uiteindelijk aan leads binnenkrijg, scheelt dat enorm. En ik betaal dus ook €56, dus €40 meer dan op een wat duurdere campagne, mits je alleen kijkt naar de kosten per klik. Dus zorg dat je alle 3 advertenties hebt, test en dat optimaliseert. Dus deze eerste variant zou ik dan kiezen. En vervolgens maak ik daar weer 3 nieuwe varianten of 2 nieuwe varianten op. Als je naar je zoekwoorden kijkt. Ik heb het hier heel even snel gedaan op het gebied van boekhouding. Dan zou ik bijvoorbeeld kunnen adverteren op boekhouding. Boekhouding uitbesteden, boekhouding later doen. Kijk heel goed dat als je zoekwoorden toevoegt en gebruikt. Dat ik dus niet dit doe. Want dan richt ik me dus op alles wat eventueel in verband wordt gebracht met boekhouding. Dus dit is eigenlijk het soort van breed zoekwoord. Je kunt dan beter een iets selecteren. Dus dit is of in zinsverband of zeer gerelateerd aan het zoekwoord boekhouding. Het beste in het begin werkt met exacte. Dus dat is met die haakjes. Als jij deze zoekwoorden gebruikt voor jouw advertentiegroep A, dus in dit geval boekhouding, dan selecteer ik deze zoekwoorden, want daar target ik deze advertentiegroep op. Die gebruik ik dan weer als uitsluitingszoekwoorden in mijn andere advertentiegroep, zodat ik dus niet aan het concurreren ben binnen mijn eigen campagnes en binnen mijn eigen advertentiegroepen. Hoewel er nog veel en veel en veel meer te leren is over Google AdWords en alle stappen die je daarin kunt zetten, heb ik het geprobeerd zo vrij simpel mogelijk te houden. En ik durf je ook te beloven dat als je op deze 3 elementen gaat letten. En daar continu eventjes op inlogt. Kijk van, hoe gaat het ermee? Andere elementen test. Dus test de zoekwoorden. Voeg je zoekwoord aan. Kijk naar die uitsluitingszoekwoorden. En test continu jouw advertenties weer. En je zult zien dat ook jij elke keer gaat zakken in je kosten per lead. Mocht je hier een keer over willen sparren, geef even een belletje of een mailtje. Mocht je dit soort tips vaker willen ontvangen, zorg dan dat je je abonneert. Heb je vragen, reacties of suggesties voor een volgende woensdag gemaakt dag video? Laat wat van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.